Never could believe the things you do to me. Never could believe the way you are. Zorgt u ervoor dat u uw laadoplossing hebt georganiseerd voordat de ID.4 in bezit is. Een laadoplossing dat kun je organiseren bij de dealer. Dan kun je ervoor zorgen dat je een laadpunt thuis krijgt. Misschien op het werk, misschien wel via de gemeente. Laadpas, heel belangrijk. Zonder laadpas kun je niet laden. En die laadpas heb je in de vorm van een creditkaart. Maar je hebt hem ook in de vorm van een soort sleutelhangertje. Dan noemen ze het een laaddruppel. En het is raadzaam om twee verschillende laadpassen te hebben, dan heb je altijd een alternatief. Dan het laden zelf. Daar heb je altijd een kabel voor nodig. Deze kabel zult u niet zo vaak gebruiken. Deze kant gaat in de auto. En deze kant, die kennen we, die zit ook aan de broodrooster. Stel je voor, je bent op een plek waar in de wijde omgeving geen laadpunt beschikbaar is. En je hebt toch een beetje energie nodig. Stroom is er bijna altijd wel. Dan zou je deze kunnen gebruiken. Maar degene die het meest gebruikt wordt, dat is de type 2. De ene kant gaat in de auto, de andere kant gaat in het laadpunt. Je houdt je pasje ervoor en de auto vult zich met energie. Klepje open, stekker erin en de andere stekker in het laadpunt. En vervolgens hou je de laadpas bij het laadpunt. Je hoort een relais. Blauw, dat is goed nieuws. En nu wordt de auto geladen. Klaar met laden, dan moet de kabel eruit. Twee keer op ontgrendelen drukken. En de kabel kan mee. Het snel laden, dat zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken bij een buitenlandse rit. En bij de ID.4 laat een DC-lader, een snellader, op 125 kilowatt. En dat betekent dat je in een half uurtje tijd ongeveer 320 kilometer rijbereik aan energie tankt. Je hebt geen eigen kabel nodig, want de kabel van een snellader zit altijd aan het laadpunt.